Hi, goedemiddag. Ik had een idee en ik weet helemaal niet of dat gaat lukken. Ik ga de helft van mijn gezicht doen met de nieuwe Catrice producten. En de andere helft met oudere Catrice producten. Ik kijk of het een beetje gelijk kan krijgen. Heb je de nieuwe spullen echt nodig? Is het niet een beetje overdreven? Is het allemaal een beetje hetzelfde? En wat vind ik fijner? Ik ga beginnen met de Putty Primer van... Nou, ik ga beginnen met... De Under Eye Brightener. Die is volgens mij van... 1 of 2 updates geleden... Heel even die blauwe kringen bedekken. Een beetje. Dat is gewoon een enkel product. Daar is dus niet een oude, niet een nieuwe. En dat geldt ook voor de Grip & Last Putty Primer van Catrice. Met een deksel. Deze is helemaal nieuw. Oké. Oké. Ik ga een heel klein beetje hier en hier en daar de boel een beetje egaliseren als het ware. Maar goed, daar was dus ook geen nieuw product van. Dus dat doen we gewoon even zo. Het matteert ook wel gelijk een beetje. Dat vind ik op zich op deze plekken niet zo erg. Zo. Primer. We hadden de nieuwe primer. Dat is deze. Dat is de Smoother Plumping Primer Concentrate. En ik gebruik verder de Clean ID Vitamin C Primer. Want... die ben ik aan het opmaken. Dus die doen we aan de buitenkant van het gezicht. Het maakt niet uit als je er een heel klein beetje overheen komt hoor. En dan doen we een heel klein beetje hiervan. Op het voorhoofd en de wangen. En dan... is de kwestie van, gaan we verschil zien? Vieze handen. Foundation. Ik heb de Tinted Serum Foundation in de kleur 004. Moet ik nu voor iedere foundation ook een andere kwast gebruiken? Dat denk ik wel, hè. Dat is denk ik wel het eerlijkste. Nou, dat kan. Dat kan. Heb ik 2 dezelfde hier? Ik heb ook nog 2 dezelfde. Nou. Even goed schudden. Er zijn producten... die niet in de nieuwe update zaten. Dus die gebruik ik dan gewoon dubbel vanaf de oude update. Dan kunnen we ook gelijk zien of die compatible zijn, zeg maar. Dit is, kijken of ik het klein beetje nog
van de rest van de druppel. Ik had één druppel gepakt. En voor de andere kant gebruiken we de True Skin. Die denk ik iets meer... Oh, ik heb een stukje vergeten. Wacht even. Deze borstel was voor deze kant. Oeh! Niet bij de dop vasthouden. Goeie tip. En dan... Zo. Dit is de kleur ook 004 neutral. Kijk, ik wil gewoon graag weten. Nou ja, dat is natuurlijk niet zo, hè? Laten we eerlijk zijn. Dat hoef ik niet op deze manier uit te zoeken, maar het is gewoon een leuke manier. Is het altijd nodig om met de nieuwe producten mee te gaan, weet je wel? Zo. Het ziet er redelijk hetzelfde uit. Ik vind deze kleur mooier. Maar dat komt misschien omdat deze iets lichter is. Hm. Er zat in een nieuwe update geen concealer. Dus dan ga ik de concealer van de laatste update gebruiken. Dat is de Cover & Care. Ik heb ontzettend vervelende puk. Ik ben begonnen met een retinolkuur. Tenminste, gewoon retinol te gebruiken. En ik heb ontzettende vervelende, echt een pukkel, niet een puistje, maar echt een pukkel daar gekregen. Aan de andere kant gebruik ik de True Skin. Waar geen kleur op staat. Nou, niet dat ik kan zien en... ik gebruik gewoon even dezelfde concealer kwast. Zo, en aan de andere kant ook, want we doen natuurlijk bij allebei hetzelfde. Zo, die True Skin, dat gaat allemaal heel snel en dat is altijd een favoriet van mij geweest en nog steeds als ik het zo zie. Ook qua losse poeder hadden ze niets. Dus dan gebruiken we de True Skin losse poeder. Qua vaste poeder was er ook niks nieuws eigenlijk. Misschien is het handiger voortaan als ik het schijfje dicht doe. Want nu zit er heel veel poeder in het... Nou ja, goed. Ik ga heel even... Alleen onder de ogen stempelen. En dat is meer omdat ik daar zo meteen met de grote borstel. Niet meer bij kan komen.
Ja. Het blijft een van mijn favoriete lijnen. Even de Max & More spray om het poederige lekker nat, om het poederige effect weg te halen. Dan heb ik ook altijd gelijk een reden om te waaieren. Er zijn dus een aantal producten die overlappen, hè? Dat, ja, weet je, als dat al bestond en er is gewoon geen nieuw product van uitgebracht, ja, dan kan ik dat ook niet testen. Oogschaduw ga ik niet testen, want de nieuwe die ik heb, dat is de Lavender Breeze. Heet dat Lavender Breeze? Dat is deze. En ik heb gewoon niks anders wat ik daarmee. Oh, zo, mijn keel. Wat ik daarmee kan matchen, zeg maar. Dus dat, nee, dat. Nee. Bronzer. Voor de. Er zit hier allemaal losse. Daarom heb ik een hekel aan losse poeder. Ik ga aan de nieuwe kant de. Ik leg deze even neer, want dan weet ik dat ik die gebruikt heb. Ja, deze. De Holiday Skin Duo gebruiken. Zo. En dan heb ik nog een zo'n kwast. Aan de andere kant gebruik ik de Sunglow bronzer van Catrice. Deze. Oké, okay, wat zie ik? Ik zie een haar op mijn arm. Ja, dat zag ik. Ik zie dat de Holiday Skin, deze, daar heb ik ook losse bronzers van volgens mij. Nou, een neutralere kleur heeft. En persoonlijk vind ik dat mooier, maar nou ja, goed. De blush. Voor de nieuwe kant gebruik ik de Cheek Lover Marble Blush, die in de recente update heb gezeten. En daar doe ik heel voorzichtig mee, want die is heel gepigmenteerd. En met de andere kant van de ding gebruik ik de Blush in a Box. En dit is Wine O'Clock. Dat ik dacht, dat lijkt er het meeste op. Loop ik niet helemaal voor de lul als ik toevallig naar de supermarkt moet. Ja, die marble blush die glimt meer. En die heeft meer kleur. Die heeft gewoon meer pigment. Maar de kleur is niet heel anders, zeg maar. Deze is alleen wat glimmender. Qua wenkbrauwen hebben we natuurlijk de o zo favoriete Brow Stick. En bij de oudere producten hebben we
de Volume and Lift Brow, ja, brow gel, zeg maar. En dan, het is heel moeilijk om dat terug in het dingetje te doen. Even laten opdrogen, want dan doe ik zo meteen even met de potlood. Ondertussen krul ik even mijn wimpers voor de mascara. Ik heb de False Lash Mascara. Zat hij in deze update of in de vorige? Dat weet ik niet. Als hij in deze update zat, ik gebruik hem over en weer. Omdat ik gewoon maar één mascara van Catrice heb. Volgens mij zat hij in deze update. Het is een beetje een nattige mascara. Maar dat geeft op zich niet. Dat is heeft niet mijn favoriet. Maar het resultaat is wel heel mooi. Ik vind dit op zich een mooie mascara. Daar is niks mis mee. Ik ruim het zo even op. We gaan even verder met de wenkbrauwen. Dan heb ik de Catrice Brow Pen. Brow Kohl. Brow Styler. We gaan even een beetje hierbij tekenen, want hier heb ik gewoon weinig haar en anders zit er alleen maar kleur aan de voorkant. Ja. Nou ja, met zo'n potlood kan je, als je een lichte hand gebruikt, krijg je een lichte kleur en als je het harder drukt of heel veel gebruikt, dan krijg je een donkerdere kleur. Maar op zich is dit prima. Je zou niet zeggen dat ik een hele andere mascara heb gebruikt. Highlighter. Aan de nieuwe kant gebruiken we de highlighter van de Holiday Skin. En aan de andere kant, kwastje, gebruik ik de Catrice More Than Glow Highlighter. In de kleur ...010. Deze. Hier heb ik meerdere varianten van. Deze heeft meer glow. Die heeft iedereen als een gek. Geweldig, geweldig. Maar of het ligt aan het kwastje. Dat kan natuurlijk ook. Kijk, daar komt hij.
Het lag aan het kwastje. Ja. Qua lippotlood hadden ze niet iets. Nou, ik ga toch even mijn bril opzetten. Oh, en ik neem even een slokje cola. Droge mond. Dit is de Plumping Lip Liner plus Maxi Lip. Ik weet niet. Van Catrice. En dit is de kleur 010 Understated Chic. Ik had in ieder geval geen nieuwe lip liner gekocht. Dus dan gebruiken we een kleur die er al is. En dan voor allebei de kanten. Klein beetje vervagen. En dan ga ik ook een klein beetje overlijnen. Om ze iets dikker te laten lijken. In de update van Catrice zat de Scandalous Matte. En deze heb ik in de kleur 020. Ik weet niet wat de naam is. Dus daar gaan we de helft mee doen, hè? Ja, fijn lipstift, voelt heel creamy aan. Voor de andere kant hebben we de ook 020 Full of Strength Full Satin Nude Lipstick. Ja, dit is dus een satin, niet een matte, maar ik had geen andere Catrice lipstick die qua kleur in de buurt kwam, zeg maar. Ik heb van deze nog een beetje extra nodig. Zo. En dan wat ik altijd doe, omdat ik dat gewoon zelf fijn vind, is even blotten. Dit is een zie ik heel veel verschil? Nee. Ben ik ontevreden? Nee. De Skin Tint. Tinted Serum. Doet het eigenlijk best goed hoor. Hij leek een beetje licht. En ik had al een keer de verkeerde kleur gekocht. Maar dit is eigenlijk prima als de rest van de producten er overheen gaan. De True Skin, ja, dat blijft gewoon een favoriet. Ik kan er niks aan doen. Dat blijft gewoon een favoriet. De lipstiften, ja, dus zijn gewoon dezelfde kleur op de lippen, zeg maar. Zit allebei prima. De wenkbrauwen. Ja, ik vind dit een heel fijn product. Die brow stick, die nieuwe. Dat neemt niet weg dat die andere twee ook prima zijn. Deze is iets... Ja, ik vind dat... Ja, ik ben daar gewoon fan van, echt. Ik vind dat echt een heel fijn product. De concealers. Zie ik dat de True Skin iets meer dekt. Maar ietsje...
De bronzer weet ik dat de Holiday Skin iets koeler is qua kleur. En van de blush was de Marble Blush echt, echt veel meer glans dan de blush in de box. Die is echt mat. De highlighter, ja, moest ik echt wel een beetje aan werken voordat deze opkwam, zeg maar. En die van de Holiday Skin, die was er gelijk. En nou, weet je, ik hoef niet een woe highlighter te hebben. Zo ben ik gewoon niet. Dus die Holiday Skin highlighter is voor mij prima. Nee, de mascara was dezelfde, want daar had ik maar één van. Ja, kan je nou echt zien dat ik twee verschillende soorten make-up op heb? Of twee helften? Aan de blush zou je het kunnen zien. Zeker. Ja, de wenkbrauwen. Deze is iets mooier. Dat is sowieso mijn goede wenkbrauw, zeg maar. Verder kan je het gewoon niet zien. Je kan gewoon niet zien dat je nieuwe producten hebt gebruikt. Dus is de conclusie, je hebt niet alle nieuwe producten nodig. Als je dat niet wil. Als je het wel wil, moet je vooral doen. Ik doe het ook. Maar, hè? Ik vind het ook leuk om te doen. De lippen, man, die zijn echt mooi. Ja. Nou, zo dus, dat is de conclusie. Je kan het dus op elkaar doen lijken, zeg maar. Het is niet zo dat er een hele andere look uitkomt. Gelukkig. Want anders zou het echt heel raar zijn, denk ik. Maar, ja. Nu ik dat zo zie, denk ik, ik ga even mijn kasten hier verzamelen. En die gaan we even wassen van de week. Want ja, dat moet ook een keer gebeuren. Want die zien er allemaal best wel, die zijn gebruikt, zeg maar. Zullen we dat zeggen, op zijn minst gebruikt? Ja, hè? Ja. Dat zeggen we, op zijn minst zijn ze gebruikt. En dat is goed, want dan gebruik je ook je make-up. Zo. Even allemaal in hetzelfde doosje. Dan kunnen ze allemaal mee naar de badkamer. Verder heb ik er niks op te zeggen. De poeder is prima, maar ik ben gewoon fan van de True Skin Line. Of deze dan een dupe is van die Radiant, weet ik niet, want die heb ik nooit geprobeerd. Maar goed. Dit was hem. Ja. Ik ben echt helemaal. Ja. Ik zie er mooi uit. Een Catrice dag. Ik zie er mooi uit. Bedankt voor het kijken naar mijn hobby YouTube kanaal. Leuk als je er weer was. Leuk als je nieuw bent. Abonneer je even. Daar help je mij mee. Want ik wil toch wel een beetje gaan groeien met het kanaal. En dan zie ik jullie graag weer bij de volgende. Fijne dag verder. Doei.